De pepernoten en de chocoladeletters liggen al lang en breed weer in de schappen. En Sint-Nicolaas is onderweg naar Nederland met zijn pakjesboot. En dus leidt de Zwarte Piet de discussie weer op. Maar wat is eigenlijk de geschiedenis van Zwarte Piet? In 1850 verschijnt het eerste prentenboek waar Zwarte Piet, die toen nog geen naam had, in te zien is. Het gaat om een Moorse paasje die de knecht van Sinterklaas is. Moorse paasjes zijn bedienden van de Spaanse adel. Later draagt de knecht van Sinterklaas ook een zogenaamde livrei. ...een pofbroek en een baret. Piet houdt zich nog behoorlijk op de achtergrond... ...terwijl het niemand anders dan de Sint is die kinderen bestraft en in een zak stopt. Later neemt Piet deze taak op zich, zo rond 1890. Piet slaapt met kettingen en soms met de roe. Zwarte Piet, die zo rond 1900 echt Zwarte Piet werd genoemd... ...werd toen gezien als een boeman. Ook al deelde hij ook snoepjes uit. Tot de Tweede Wereldoorlog had Sint een knecht. Later werden dat er zelfs meer... In die tijd hadden de zwarte pieten dikke rode lippen, gouden oorringen en kroeshaar. Een enkeling zette zelfs een Surinaams accent op. Niet alle knechten van de Sint hadden een donkere huidskleur. In 1966 liepen er ook blanke knechten rond de Sint. De discussie over het racisme was toen nog niet aan de orde. Ondertussen hebben de Pieten geen oorringen en rode lippen meer. Er is geen kroeshaar meer te zien, maar krullend haar. Sommige zijn gekleurd en sommige zitten onder het roet. Sinds 2014 is de discussie rondom Zwarte Piet op een hoogtepunt. In de afgelopen 50 jaar is Zwarte Piet veranderd. En dat gaat in de toekomst waarschijnlijk ook nog gebeuren.